Flevoland gaat voor wind. In Flevoland zijn de windmolens een wezenlijk onderdeel van het landschap. Maar profiteert iedereen eigenlijk wel van die windmolens? En om daarvoor te zorgen zijn er gebiedsfondsen opgericht. Dat staat ook vermeld in het regioplan en dat is ook afgesproken met de gemeentes. Wij gaan daarover in gesprek en wij focussen ons vandaag op de gebieden van de Noord en Oost. En u ziet ze hier in beeld, Noord en Oost. En dat is eigenlijk, kort gezegd, voor de omgeving bekend als Windplan Blauw en Windplan Groen. En Windplan Blauw ligt vooral rond Zwifterband en Windplan Groen rond Biddinghuizen, een stukje Lelystad en Ketelhaven zit er ook nog bij natuurlijk. En Dronten. Naast Harold, die weer bij mij aan tafel zit tijdens dit kenniscafé om het gesprek mede vorm te geven, goed dat je er weer ook hier aanschuift, heb ik aan deze kant twee gasten zitten. Ik begin bij jou, Hans Wigink. Vertel, wat is jouw functie? Ik ben directeur van Zwifterwind. En Zwifterwind is een van de initiatiefnemers van Windplan Blauw. Dus namens Zwifterwind zit ik met mijn collega directielid ook in het bestuur van Windplan Blauw. En Windplan Blauw is een samenwerking tussen de twee initiatiefnemers, ene kant Vattenfall en Zwifterwind. Vattenfall is verantwoordelijk voor 14 turbines op het water. En Zwifterwind voor 10 turbines op het water en 37 op het land. Rondom Zwifterband, Dronten. En samen zijn jullie, vormt dat één groot gebied. En gezamenlijk is Windplan Blauw is dus de initiatiefnemer. Ja, Windplan Blauw is het vanuit het regioplan is dat gebied zeg maar aangeduid als blauw. Met het nadrukkelijke verzoek, zal ik maar zeggen, om één aanspreekpunt te creëren, één initiatief te creëren. Aangezien Vattenfall al langdurig de Irene Vorringpark op de dijk in bedrijf had, maken zij ook onderdeel uit van dit gebied en zijn zij samen met Zwifterwind in dat initiatief gestapt. Mooi. Heel mooi. En een fijne samenwerking. We kunnen niet anders zeggen, en het is een heel goed voorbeeld waarbij een lokaal initiatief van lokaal eigendom toch ook heel goed kan samenwerken met een groot corporate bedrijf als Vattenfall. Absoluut heel goed. Mooi om te horen. Misschien wel een voorbeeld voor andere windparken of andere grote organisaties. Ze zeggen waarom niet? Ja. Zo is het, ja. En naast jou zit René van Delden. René, waarom zit jij hier aan tafel? Wat is jouw functie? Want jij komt helemaal niet uit deze regio. Ik kom uit Eefde. En heel veel mensen zullen vragen, waar ligt Eefde? Nou, dat is de gemeente Lochem, vlakbij Zutphen. En waarom zit ik aan tafel? Er is een stichting, Windfondsen Dronten, waar Windplan Blauw een bijdrage levert en Windplan Groen. Daar komt substantieel veel geld komt er jaarlijks binnen. Daar is een organisatie voor neergezet en een stichting. En ik ben de bestuursvoorzitter van die stichting. En de voorwaarde die gesteld is door de gemeenteraad van Dronten, dat de voorzitter van het bestuur moest buiten de gemeentegrens van Dronten wonen. Vandaar dat ik dus niet in Dronten. Nee, en je bent dan neutraal, onafhankelijk en kan op die manier naar de materie kijken. Ja. Ja. Harold, we hebben het over die bijdrage. Kun jij ons uitleggen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, het regioplan? Ja, nou, we hebben toen, je noemde het al even, in 2012 is eigenlijk de eerste initiatief genomen om die regioplannen op te zetten, om zo maar te zeggen. Eigenlijk was dat ook wel vanuit landschappelijk perspectief, hè, want overal stonden windmolens. Je zag inderdaad op allerlei plekken, nou ja, de ene boer had andere solitaire molens, et cetera. Dat kwam het landschap niet altijd ten goede. Dus toen hebben we gezegd, we maken een windplan samen met de gemeente, samen met de overheden. Waarbij we enerzijds zeggen, nou, we krijgen meer gestructureerd in het landschap ook een mooi eenduidig beeld van onze windmolens. En anderzijds krijgen we op die manier ook een stukje, nou, we noemen dat dan opschalen en saneren. We krijgen minder molens in de provincie, maar wel meer duurzame energie. Nou, dat is eigenlijk de uitgangspunt geweest van de windplannen. Daar zijn we over als overheden met onze mede-overheden in gesprek gegaan met initiatiefnemers. Nou, daar zijn in de verschillende windplannen zijn daar initiatiefnemers opgestaan die of met één of twee partners of juist met meerdere partners aan de slag zijn gegaan om het vorm en inhoud te geven. Nou, daar is dit ook een prachtig voorbeeld van. Ja, en jij schetst al even, hè, van de komt blauw en groen komt er geld beschikbaar in het windfondsen Dronten. Dat is voor de hele gemeente Dronten. En hoe is dat bedrag nou? Hoe komt dat? Is dat afhankelijk van dit staat in de subsidieregeling of in de regelingen? Of is dat we hebben zoveel molens dus? Hoe werkt dat? Ja, er zijn afspraken gemaakt in de periode voordat de gemeenteraad van Dronten het beleidsplan heeft vastgesteld met de twee initiatiefnemers.
En dat wordt feitelijk gerekend met een theoretisch opgewekt vermogen per windturbine. En dat is de basis voor de rekensom. En daar telt ook het aantal turbines telt daarin mee. En dat leidt dus tot een totaalbedrag van 800.000 euro per jaar, wat er dus in het fonds beschikbaar is om te besteden aan initiatieven van inwoners van de gemeente Dront. Ja, dus dat is die 8 ton die komt dan vanuit blauw en groen. Ja. En dat is dus voor de dorpen en voor Ketelhaven, wat daar natuurlijk ook bij hoort. Ja, klopt. Dat is een mooi bedrag. Daar gaan we straks uitgebreid nog even over verder. Want ik wil eerst even terug naar Swifter Wind. Jullie hebben, natuurlijk dragen jullie dan bij aan die gebiedsgebonden bijdrage. Ja. Maar hoe wordt het maatschappelijke betrokkenheid nog meer vormgegeven? Er zijn een aantal initiatieven, hè, die ook in de anterieure overeenkomst vastliggen. Er is een afspraak dat wij een burgerobligatie uitgeven. Dat is de eerste. Dat is een investeringsproduct voor burgers. Het tweede is dat het Windfonds gemeente Dront is opgericht, waar we het net over hadden. En er is vanuit blauw in ieder geval nog een ander sociaal fonds. Dat is het Windfonds Zwifter Band. Dat is eigenlijk een initiatief van de initiatiefnemers Vattenfall, Zwifter Wind, maar eigenlijk geïnitieerd door de grondbezitter ASR. En ASR ontvangt ook de grondvergoedingen van het initiatief. En die heeft gezegd, wij willen dat deels teruggeven. En daar met dat geld, en dat is dan samen 80.000 euro per jaar, door de drie initiatiefnemers gedeeld, in een Zwifter Bandfonds is dat gestopt. En dat wordt heeft een iets ander karakter dan het Windfonds Dronten. Het gaat ook namelijk wel over meer cohesie in het dorp. Maar ook duurzaamheid en maatschappelijke doelen zijn er natuurlijk welkom. Maar dat is net een ander fonds. Iets kleinschaliger en iets meer lokaal. En kun je daar een voorbeeld van noemen van wat daar al voor een van de voorbeelden is? Er zijn verschillende voorbeelden, kleine voorbeelden waarbij er iets is in een straatfeest. Maar ook een groter voorbeeld waarbij de voetbalclub een ledverlichting, waarbij wij ondersteunen. Wij, mag ik ook niet zeggen, is ook een stichting. Waarbij de stichting dit ondersteund heeft. Dus dat is dan en duurzaam en het is voor lokale spot. En Harold, dit is dan een lokaal initiatief. Dat was geen verplichting? Nou, dat was in zoverre geen verplichting, maar we hebben wel gezegd, we moeten kijken hoe kunnen we de middelen terug laten vloeien naar het gebied. En dat was en hoe dat dan vorm en inhoud werd gegeven, dat lieten we daar ook aan de initiatiefnemers. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, en het is misschien niet goed om hier te zeggen, maar heel veel mensen kijken puur ook, hebben dan een negatief gevoel over windmolens of kijken naar de negatieve effecten van duurzame energie. Terwijl wij zeggen, ja, het is noodzakelijk. We moeten de energietransitie ook ingaan. We moeten naar die duurzame energie. Maar hoe kunnen we toch optimaal ook die gemeenschap, die er toch echt bij betrokken is, die misschien niet altijd maar even plaatsen, de lusten of de, wel de lasten krijgt, maar niet altijd direct de lusten kan profiteren. Hoe kunnen we die toch laten profiteren? Nou, en daar vind ik dit gewoon geweldige initiatief voor. En nou, jij bent dan Windplan Blauw, maar Groen heeft ook een maatschappelijk fonds. Hè? Dat heb je ons al verteld. Ja, ik mag hier vandaag natuurlijk aan tafel zitten. Ja. Maar het is heel goed om nog te benadrukken dat het Windfonds Dronten is een blauw en groen. Samenwerking tussen Windplan Blauw, Windplan Groen en de gemeente. Ja, en dan daarnaast heeft Groen, jullie hebben Zwifter, het Windfonds Zwifter Band. En Groen heeft ook nog een eigen maatschappelijk fonds. Ja. En dat hebben ze ook nog opgericht. Ja. Ja. En nou, dan kom ik bij jou, want die Windfondsen Dronten, daar zit een hele structuur omheen. Ja. Hoe het is opgebouwd. Ja. De structuur die is opgebouwd, die ligt vast in het beleidsplan Windplan Bouw en Groen van de gemeente Dronten. En daarin is opgebouwd dat dus en blauw en groen, die dragen in het windfonds een bedrag af. Er is een stichtingsbestuur gevormd. Dat bestuur moet zich gedragen zoals in de statuten vastgesteld en gedeponeerd bij de notaris zijn beschreven. En het toezicht op het bestuur wordt gedaan door de Raad van Toezicht. Hans heeft nog een functie. Die zit ook namens Blauw in de Raad van Toezicht van de Stichting Windfondsen Dronten. En het bestuur wordt daarin weer bijgestaan door vertegenwoordigers uit de vier kernen, drie kernen en het buurtschap. Die hebben een dorpskernadviesraad gevormd. Dat is nog dichter bij de bewoners van het desbetreffende deel van de gemeente Dronten. En daar communiceren we mee. Die structuur is opgesteld, vastgesteld. Daar hebben wij ons aan te houden. In het, wat ik net al aangaf. Ik ben voorzitter en ik ben de enige die dus niet in Dronten woont.
Het bestuur is met 5 mensen. En iedere kern of buurtschap heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Wij hebben onze eigen afspraken vastgelegd in een reglement. Dus iets extra's dan de statuten. En daarin zeggen wij, wij hanteren het principe van integrale besluitvorming. Dus het is niet zo dat alleen maar de vertegenwoordiger van Biddinghuizen een stem heeft over Biddinghuizen. Nee, als collectief, als bestuur, moeten wij unaniem besluitvorming nemen. En daarop worden wij ook getoetst door de Raad van Toezicht. En jij zit daar dan in, hè, in die Raad van Toezicht? Ja. Zit er dan vanuit Groen ook iemand in? Ja, de windparken hebben allebei 1 zetel en er zijn 3 onafhankelijke zetels. Eentje van de gemeente en mm-hmm. 2 secretaris en de voorzitter, zeg maar, die ook gezocht is door de gemeente. Ja. Ja. Hey, en nu zijn jullie, hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn formeel een bestuur een dag nadat de statuten waren vastgesteld. Waren gedeponeerd. Dus dat was maart 2023. We zijn gestart eind 2022. We hebben in eerste instantie ons intern bezig gehouden met zaken die te maken hebben. Wij moeten werken aan onze herkenbaarheid, een website. En met veel mensen gesproken. We hebben ons bezig gehouden om de manier van werken, om dat logisch te beschrijven. We maken gebruik van een externe ondersteuner. En we zijn eigenlijk zo'n beetje, eind vorig jaar echt van start gegaan dat we naar buiten zijn getreden van kom maar met je projectaanvraag. In 2023 hebben we een 4-5 aanvragen gekregen waarvan we er 3 hebben gehonoreerd. En 2024, we zitten nu in de 6e maand. We hebben totaal iets van 50 projectaanvragen gekregen. We hebben daar de helft daarvan gehonoreerd, dus goedgekeurd. Een aantal hebben we afgewezen formeel omdat er onvoldoende specificaties in de aanvraag staat. Dus wij voelen ons al dat we herkend worden. We hebben 3 van de 4 kernen, die hebben ook al een dorpskernadviesraad. Daar hebben we in mei ook de aftrap mee mogen houden. Dus ja, we zijn up and running. Ja, en die projecten, je noemt dan projecten. Gaat dat dan om duizenden euro's per project of kunnen het of tienduizenden euro's? Wij hebben de goede vraag. De projecten zijn ingedeeld. Dat is ook vastgesteld in het beleidsplan in 3 categorieën. Categorie A, dat zijn projecten die maximaal 2500 euro bijdrage mogen vragen. B is maximaal eenmalig. B is maximaal eenmalig 25.000. En C is meerjarig. Maximaal 500.000 euro. En elke categorie heeft zijn eigen richtlijnen waar die aan moet voldoen. Ja, maar er zijn feitelijk 3 belangrijke criteria te noemen. Dat is criterium 1 is leefbaarheid en leefomgeving. De tweede is duurzaamheid en energietransitie. En de derde is landschap. Dus dat is de meetlat waar langs we die projecten leggen. En dan is ook de meetlat, wat kost zo'n project? Dus ja. Die moeten elkaar daar vinden. Ja. En dat is ook nog eens een keer een verdeling over de kernen. Dus het is een complexe matrix waar we langs de projecten moeten beoordelen. Wat voor projecten moet je denken? Kerstverlichting Biddinghuizen, 300 euro. Tot aan een meerjarig project. IJsbaan voor de Meerpaalplein in de kern Dronten. Ja. 50.000 euro per jaar. Mooi. Ja. Dus dat is de range. En daar zijn we trots op. En wat zien we nu in beeld? Dit is ook een project, dat is de bewegwijziging van het wandelverbinding in Biddinghuizen. De wandelverbinding is een initiatief van volgens mij Staatsbosbeheer en de gemeente. En de inwoners die vroegen van ja, maar we willen ook veel beter onze weg kunnen vinden. Nou, de aanvraag was dus, is de Stichting Windfondsen Dronten bereid om die bewegwijziging, ja, om die te financieren? Nieuwe paaltjes om de routes, dat je goed de routes kunt lopen als je om het dorp heen wandelt. Ja, precies. Ja. En we moeten nog een beetje wennen aan elkaar. We krijgen relatief veel sponsoraanvraag. Die keuren we af. We sponsoren geen initiatief. Wij zeggen ook, ons motto is, wij financieren een goed idee. En het moet er dus ergens wel toe leiden. Nou, dit was een goed idee. Ja, en goede ideeën, dat is natuurlijk waar. Nou ja, we hadden het er net ook al even over. Hè. Goede ideeën leven in de provincie heel veel. Ja. Nee, dat zien we gebeuren. We hebben als provincie in het verleden ook wel zo'n fonds Leefbaar Platteland gehad. Hè. Er waren ook heel veel initiatieven, juist ook vanuit de mensen die daarin kwamen. Maar ik snap ook wel dat daar soms een dilemma in zit. Hè, want dat merkten wij als provincie ook wel. Maar ik ben ook benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Want
Ja, enerzijds zie je soms initiatieven, ja, eigenlijk is dit een gemeentelijke taak. Hè? Hoort dit niet gewoon op de gemeentelijke begroting thuis of op de provinciale begroting? Dat zou ook heel goed kunnen. Anderzijds doet dat niks af aan het belang van het initiatief. Dus dat zijn soms ook wel eens, tenminste merk ik, dat waren bij ons ook nog wel eens lastige afwegingen. Ik weet niet hoe dat bij jullie ook gaat, maar of dat ook bij jullie ook het geval is. Ja, dat speelt bij ons niet anders. Waar wij voor gekozen hebben, zeker de eerste 2 jaar, dan gaan we toch naast de aanvragen zitten. Wij keuren ze ook af, want we gaan niet op de stoel van de gemeente zitten. Maar we gaan er wel naast zitten. We verwijzen wel naar het juiste loketje bij de gemeente. Het is expliciet vastgelegd in de statuten dat het geen... we mogen niet de financiering van de gemeente overnemen. Zeg maar. Het ligt expliciet vast. Dus natuurlijk met name om te voorkomen dat dat weglekt. Zeg maar, ja. Maar het zou ook te gemakkelijk zijn misschien wel voor gemeenten. Omdat ik van nou, dan halen ze het maar uit het windfonds. Kunnen wij het geld ergens anders aan besteden? Ja, precies. Dat mag dus dat is, dat is misschien goed om te zeggen dat nadat de stichting is opgericht, zijn de windparken ook echt op de achtergrond. We zitten in een toezichthoudende rol. En zolang de stichting zich verhoudt aan de eigen statuten en reglementen, dan hebben wij eigenlijk niets te doen behalve het geld verstrekken. Maar we zitten niet aan het sturen. We hebben niets te zeggen over de initiatieven en helemaal niet over de toekenning. En het is ook belangrijk om nog te benadrukken dat de potjes voor de verschillende woonkernen, die blijven intact. Het is niet zo dat we geld kunnen besteden van Ketelhaven in Dronten. Omdat er toevallig daar wat over is en daar wat tekort is. Zo werkt het systeem niet, want dan blijft het in het potje voor Ketelhaven totdat de initiatieven daar ook van de grond komen. Wat mooi, ja. Ja, want het mooie vind ik wel, en dat is wel denk ik echt... Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dit doet ook wat voor het draagvlak van de energietransitie. Dat de mensen die ook zien van inderdaad, hey, we zijn bezig met duurzame energie in Flevoland, in Dronten. Maar daar vloeit ook iets gewoon naar de gemeenschap terug. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel bewijzen van, maar het is gewoon echt. We zijn koploper met duurzame energie, daar kunnen we trots op zijn. Daar hebben we echt mooie dingen neergezet in Flevoland. Maar daar profiteert ook de lokale gemeenschap van. En dat vind ik echt, dat doet iets met het draagvlak, ook naar de toekomst toe. En dat is echt ontzettend mooi van dit initiatief, vind ik ook. Je hebt over de toekomst gesproken, hoe lang blijft zo'n fonds dan bestaan? Kun je daar iets over zeggen? Is dat ook vastgelegd? Nou, het fonds blijft bestaan zolang de bijdrage vastgelegd is. En dat is 25 jaar. 25 jaar. Ja. Dus 25 jaar lang ontvangen inwoners, de kernen in de gemeente Dronten, totaal 8 ton. Ja. Dat is serieus veel geld. Dat is serieus geld. Als je dat optelt en je daarmee naar een bank gaat, dan kan je een heel mooi bedrag lenen. Ja. En wat we niet gaan doen, hè, want het is geld voor goede projecten. Ja. En zijn jullie daarmee ook echt wel een mooi voorbeeld natuurlijk voor andere projecten in den landen, maar ook voor projecten in Flevoland zelf? Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk wel ook de voorbeelden. En we zien natuurlijk, we zijn vanaf 2012 gestart, hè, met allemaal het delen denkproces. En je ziet, het wordt ook wel overgenomen op andere plekken. Maar ik spreek collega's in de landen die bijvoorbeeld inderdaad nu minder ver zijn. We zijn daar natuurlijk als Flevoland echt wel stappen ver in. Maar als ik mijn collega's spreek in Gelderland bijvoorbeeld of in Overijssel, daar zie ik nu de discussie gaande over windprojecten of duurzame projecten. Daar zie je een hoop verzet, enerzijds politiek, maar ook wel lokaal bij inwoners. En dan krijg ik ook wel eens de vraag, hoe hebben jullie dat nou in Flevoland gedaan? Hoe heb je nou in Flevoland ook dat draagvlak gecreëerd en hoe zijn we daar nou verder mee aan de slag gegaan? Nou, dan zeg ik altijd, begin inderdaad met elkaar met dat gesprek, maar dan noem ik ook een voorbeeld als dit van deze fondsen. Ja, het klinkt heel plat, maar het is natuurlijk ook een beetje van, ja, het is ook geld wat ook weer terugvloeit naar die gemeenschap. Dus ja, ze zien ook echt iets concreets van, men zegt altijd, ja, het gaat dan naar de verkeerde, komt maar bij een select groepje mensen, de opbrengsten. Nee, dit komt echt bij de gemeenschap terecht. Ja, dat is mooi. Als het mag. Ja, zeker. Het mooie is, voordat het bestuur daadwerkelijk in stelling kon komen, is er een ander proces gelopen binnen de gemeente Dronten? En wat zijn de spelregels? Hè? Wat is de basis voor het beleidsplan? En als ik kijk hoe Dronten dat gedaan heeft, dus daar heeft het bestuur totaal geen invloed op gehad. Die hebben midden in coronatijd hebben ze klankbordgroepen gehouden. Ze hebben sessies gehouden. Dus de basis waarvan de gemeenteraad een besluit heeft genomen, dit is de basis voor het statuut. Ja, dat komt ook uit de bewoners. Het komt van onderaf. Het is niet opgelegd van we vormen dat bestuurlijke groepje en een raad van toezicht en we verzinnen het wel even. Ja, het is van onderaf. Het is absoluut van onderaf. Ja. Dat is een compliment aan de gemeente Dronten hoe ze dat hebben gelopen. Ja. Mooi, absoluut. Ja. Hey, en als je nou kijkt naar... waar moet je nou rekening mee houden als initiatiefnemer als je nou zo'n groot project instapt? De lessons learned. Wat zijn de voorbeelden nou als mensen nou kijken uit de andere provincies? Hè, die denken van wat kan ik hiervan leren? Wat kunnen ze ervan leren?
Nou ja, kijk, ik denk dat het heel goed is te beseffen dat dat is een mega grote project. Zijn dit. Het zijn hele forse investeringen. En ook in het kader van het onderwerp, om daar een beetje te houden, de initiatiefnemers investeren ook ontzettend veel geld. En lopen dus ook ontzettend veel risico. En dat je een groep ondernemers bereid krijgt om dat met elkaar te doen. Ook dat met elkaar is nieuw in de windenergie, zou ik maar zeggen. Dus dat is echt wel heel belangrijk. En ik denk dat dat ook echt wel lessen zijn die je mee kan nemen naar andere parken, andere omgevingen, om het samen te doen. Om ook te kijken dat je dat eigendom kan verenigen. En dat kan. Ook door de loop van de tijd zien we ook wel vaker dat de burgerparticipatie eerder begint. Hè? Ook in eigendomsverhouding of in een coöperatieve versie. Dus ook dat zijn varianten die makkelijk te combineren zijn met de variant die wij hier in Flevoland, want blauw is niet de enige, die er goed te combineren zijn en elkaar weer verrijken. Hè? Want de kennis en inzichten scheiden verder. En de ervaringen die we hebben, die kunnen ook weer verrijken. En dit zijn alleen maar een aantal voorbeelden. Maar dat is zeker goed om naast het eigendom echt te kijken naar die participatie, maar ook naar de omgeving en de ecologie. Wat steeds belangrijker, kijk ook naar de effecten van de windturbines. Het zijn, en daar kunnen we heel eerlijk over zijn, het zijn gewoon grote industriële machines die daar staan. Die hebben een hele belangrijke functie in onze maatschappij. En je kan ze lelijk vinden, je kan ze mooi vinden, maar het is echt wel onderdeel van die transitie. En hoe je daar dan met elkaar, ook in ecologische termen, in agrarische termen, in mogelijk overlast. Overlast is een heel breed begrip. Daar moet je begrip voor hebben en daar moet je naar luisteren. En dan moet je met elkaar kijken wat je eraan kan doen. En dat doen we in Flevoland ook. Hè? Op het gebied van geluid, op het gebied van verlichting. Allemaal zaken die daarin meetellen. Ook om die leefbaarheid naast de fondsen, om die groot te houden. Dus de leefbaarheid groot houden. Nou, ja. Dan wordt het dus, is het een hele mooie wisselwerking. Dat je dus de fondsen hebt die de leefbaarheid versterken. En de maatschappelijke betrokkenheid komt dus ook vanuit. Nou ja, de organisaties achter die hele grote machines, industriële machines. Wat mij betreft zeker. Ja. Ja, ja. Samen met de initiatiefnemers denken we ook altijd weer na om vervolgstappen te zetten. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad windmolen, de verlichting is ook zo'n onderwerp. Hè? Voor, ja, hoe kunnen we de verlichting zo min mogelijk aan laten staan, zodat er zo min mogelijk overlast is van de verlichting. En heb je het dan over de nachtverlichting? De nachtverlichting met name. De luchtvaartverlichting. Ja, van de luchtvaartverlichting. Nou, dan zitten we ook aan het kijken van, nou, kunnen de lichten aangaan als een vliegtuig in de buurt? Dus nou, dan draait het precies om. Dat zijn allemaal die dingen die we ook echt oppakken. Maar ook bijvoorbeeld met ecologie, je noemde het ook terecht, hè? Met eventueel aanvaring met vogels, et cetera. Hoe kunnen we dat ook voorkomen? Vleermuizen. Nou, daar wordt echt met elkaar meegedacht. Dat vind ik echt het constructief hier in Flevoland. Daar wordt niet altijd direct naar die overheid gekeken. Daar doen ook de initiatiefnemers zelf. Dat ze zeggen, ja, maar wij nemen daar ook een verantwoordelijke rol in. En dat is wel het mooie, de meerwaarde die we hier met elkaar hebben opgebouwd. Je herkent dat als we. Ja, ik herken het zeker. Niet zozeer vanuit mijn rol als voorzitter van de stichting. Want juist als voorzitter van de stichting vind ik het. Wij als bestuur moeten wegblijven bij deze discussie. Wij bestaan als stichting dankzij twee windparken. Want daar krijgen we het geld van. En vervolgens hebben we niets met die windparken te maken. Dus het is het samenspel. Natuurlijk vind ik daar ook iets van. En heb ik een mening en ben ik op andere fronten ben ik actief in de verduurzaming. Maar niet in deze rol. En er komen mensen. We hebben recent een bijeenkomst gehad in Biddinghuis. Ja, dan worden er ook vragen gesteld. En die ook mogelijk leiden tot een discussie over het wel of niet doorgaan met windenergie. Of op een andere manier invullen van de energietransitie. Ja, en daar geef ik het antwoord. Daar wil ik dolgraag over doorpraten, maar niet in deze setting. Want dan zet ik een andere pet op. Want anders dan botst het. Dus ik herken het. Dat is het antwoord op de vraag. En dat is dus ook het mooie, dat die zuiverheid in het beheer van de fonds. Hè, zowel het windfonds Dronten als ook het windfonds Zwifterband. En het maatschappelijk fonds van Windplan Groen. Daar zit gewoon heel veel zorgvuldigheid in om alles goed te scheiden wat gescheiden moet worden. Absoluut. Ja. Transparantie is voor de Stichting Windfonds is transparantie een voorwaarde. Daarvoor hebben we ook bewust gekozen om een ambi-gecertificeerde stichting te zijn. Daarmee verplicht je jezelf om. Ik zou iedereen uit willen nodigen. Kijk bij ons op de website naar de vastgestelde jaarrekening. Volgens mij van 2023 is een voorbeeld in Nederland. Daarmee tonen we ook de transparantie. Want een van de eerste bijeenkomsten die wij als bestuur hadden, hebben we met z'n vijven vastgesteld. Alles wat we doen, moet ertoe leiden dat we met name. Kijk, de projectaanvraag die goedgekeurd wordt, hoeven wij niemand niks uit te leggen.
Maar de projectaanvraag die wij afkeuren, daar moeten we het uitleggen. En daar moeten we dus transparant zijn. En wij moeten ons als bestuur dat bewust zijn. Daarvan bewust zijn. En dat werkt. En wij keuren ook af en dan gaan we het gesprek aan. En dan... Ja, dat is ook mooi dat je dat ook zegt. Hè, van ook al wordt het afgekeurd, daarmee stopt het niet. Nee. Dan is dan de mogelijkheid voor zo'n projectaanvrager. Absoluut. We willen het uitleggen. En misschien ook nog wel van als je het nou wat mensen dan kunnen aanpassen. Zeker. Gewoon ernaast gaan zitten. Als je het anders aanvraagt, als je dit deel er nu uit had en maak daar een project van, dan voldoet hij wel aan de criteria. En dat is mooi. Ja. Zo komt het geld altijd op de goede plek terecht. Zo moet het volgens ons werken. Ja. Ja. En besef, het zijn vaak vrijwilligers die gewoon dat vanuit de beste bedoelingen doen. Ja, en die zijn niet allemaal registeraccountant of projectleider. Die hebben die ervaring niet. Nou, dan is dit prachtig dat ze daarbij ook geholpen worden. Ja. Ik denk dat we daarmee af mogen ronden. Dank jullie wel. En ik hoop van harte dat het weergeven van de onafhankelijkheid, van de transparantie van de fondsen en ook de gedrevenheid die erachter zit, ook vanuit de initiatiefnemers van het park op zich en de provincie daarbij, de gemeentes, dat dat een voorbeeld mag zijn voor mensen in den landen. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek.